Ik zit naast mijn vriendinnen, mijn beste vriendinnen. Zij heet Selwa. En zij heeft een familie in Syrië. En haar zus en broer en een hele familie, zeg maar. En ook op het gebied waar de aardbeving is aangeraakt. Deze beelden kreeg Selwa van haar familie. Syriërs graven met blote handen, omdat daar geen machines zijn om mensen van onder het puin weg te halen. Ook het huis van Selwa's zus is volledig ingestort. Zij en haar gezin hebben de ramp op het nippertje overleefd. Zij is het laatste moment 20 seconden, zeg maar, voordat het huis helemaal neergestort is. Ja. Gelukkig veilig naar buiten ging met de kinderen. En zij is wel, zij hebben nu niks meer. Geen huizen, niks. Maar ze zijn wel veilig, gelukkig. Tafouk, kulle kawaris. Shi la yusaf, shi mubki, shi mufji', shi yani qulubna am tabki ala hadha al hadath, fa lazem nsa'id, wajib inno nsa'id kull hada, mo bas akhti. Kull al nas bistahq al musa'ada, ay insan ala wajh al ard bistahq inno nsa'ado. Haar vriendin Awas schoot meteen te hulp door geld in te zamelen. Ik heb hem gelijk sms gestuurd naar mijn familie. Gewoon, kunnen jullie mij en mijn vriendinnen helpen? Want zij heeft nu even zijn familie in Syrië hebben nodig. Wij kunnen met allemaal bijvoorbeeld vanaf 1 euro tot hoeveel willen jullie gewoon overmaken naar mij. Awas krijgt van alle kanten geld gestort. En dat is nodig, want hulp bieden aan Syrië ligt door de gevolgen van de oorlog wat ingewikkelder. Hulptroepen kunnen er moeilijk komen. De Syrische vrijwilligersorganisatie Molham is er daarom hard aan het werk om de nodige hulp te bieden en de gelddonaties goed in te zetten.